Vrijdagmiddag 15 februari is de tentoonstelling van Suske en Wiske naar Tiels Flipje geopend. De tentoonstelling is te zien in het Flipje en Strikmuseum aan het plein in Tiel en geeft een beeld van het werk van striptekenaar Arie van Vliet vanaf zijn 8e levensjaar tot heden. Ik teken al vanaf mijn 8e. Ik ben begonnen met Suske en Wiske. Maar in 2000 ben ik naar Tiel verhuisd en Flipje kende ik van vroeger, uit de kleine boekjes. En toen ben ik bij Stadspromotie binnengelopen om eens aan te kaarten of het niet leuk was om Flipje terug te laten keren in Tiel met een strip. En Jan Beijer zat er destijds en die was enthousiast. En zo is Flipje teruggekomen in de strips. Sowieso komt er na deze expositie in het museum een tentoonstelling van Daan Hoeksema. Dat is dan de eerste tekenaar die Flipje getekend heeft. En wat ons betreft, Alexandra heeft een nieuw verhalenboekje geschreven. Een vervolg op het eerste deel van 2 jaar geleden. En dat gaat ook dit jaar nog uitkomen. U ziet uniek werk uit de hele periode. Van de eerste Suske en Wiske strips, getekend in kleine schriftjes toen Arie tussen 8 en 12 jaar oud was, tot recent werk van Tiels Flipje, Kim en Eddie, Pirke en ander illustratiewerk. De titel van deze tentoonstelling, van Suske en Wiske naar Tiels Flipje, heeft bij sommigen toch wat vragen opgeroepen. Van, ja, heb jij dan ook Suske en Wiske getekend? Ja en nee. Nee, er liggen in de winkel geen stripboeken van Suske en Wiske die door mij getekend zijn. Maar ja, ik ben als 8-jarig jongetje wel begonnen met mijn eigen Suske en Wiske stripverhalen te tekenen in van de kleine ruitjeschriften. Ze staan beneden in de vitrine. Van Vliet vertelde hoe in de jonge jaren zijn perfectionisme hem nog wel eens in de weg kon zitten. Dat kwam dan zo dat de voorbereiding was heel leuk om te doen, maar als ik ook aan de strip zelf begon, dan begon het perfectionisme. Dan was het niet goed, dan was het niet naar mijn zin. Dus liet ik na een paar pagina's liet ik de strip weer zitten en ging ik gewoon een nieuwe strip bedenken en ontwikkelen. Dus in die periode vooral heel veel onafgemaakt werk. In 1997 heb ik dan van mijn hobby mijn werk gemaakt. En vanaf dat moment is het gelukkig wel gelukt om alles netjes af te maken. Niet dat dan de perfectionisme weg is, maar ik had vanaf dat moment een flinke stok achter de deur in de vorm van de deadlines die toch wel gehaald moesten worden. Van Vliet is sinds begin 1997 werkzaam als freelance illustrator, striptekenaar en cartoonist. In de afgelopen jaren heeft hij uiteenlopende projecten verzorgd voor onder meer Nuon, de Nederlandse aardoliemaatschappij, Vitens, ANWB en het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Het college van burgemeester en wethouders die draagt sinds een tijdje met trots een Flipje op hun revers. En we zijn heel blij dat we in jou natuurlijk een super vriend van Flipje mogen zien. En daarom zal Flipje jou, hij is klein, maar hij is echt een Flipje op jouw rever. En dan zullen we daarmee de tentoonstelling openen. Mag jij nu hier naar voren komen? En dan... Voor mensen die geïnteresseerd zijn in striptekenen, tijdens de zomervakantie zullen er in het museum workshop striptekenen gegeven worden. Tijdens de feestelijke opening werd ook bekendgemaakt dat er deze zomer weer een nieuw Flipje-album zal worden uitgegeven. Nou, we hebben zojuist het groene licht gekregen voor een nieuw Flipje-verhalenbundeltje. En dat gaat deze zomer uitkomen, Flipje in Fruitland. De tentoonstelling is te zien tot en met 8 september 2013.